Hazen is als ketenpartner veel betrokken bij woningrenovaties en verduurzamingsprojecten. Door onze grote capaciteit vakmensen en modern materieel kunnen wij diverse grote projecten gelijktijdig en secuur uitvoeren. Volledig gecertificeerd en in alle voorkomende risicoklassen. Op basis van een inventarisatierapport bekijken we samen met de opdrachtgever welke asbestbron gesaneerd moet worden. En hanteren we de saneringsmethode die de minste overlast geeft aan de bewoner. Wij ontzorgen de opdrachtgever met alle benodigde meldingen en documentatie richting derde instanties. Goede afstemming voor, tijdens en na onze werkzaamheden en het informeren van bewoners zorgt voor een uitstekende naleving van de overeengekomen lean planning. Vervolgens creëren we een veilig werkgebied, oftewel het containment, alleen te betreden via een decontaminatieunit door saneerders. Een containment is een constructie die de werkplek afschermt van de omgeving, waarin een niveau van onderdruk en ventilatiefout in stand wordt gehouden om de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving te voorkomen. Nadat de asbestbron verwijderd en verpakt is, wordt het containment gereinigd. Hierbij is voortdurend een DTA er aanwezig als aanspreekpunt. Vervolgens verlaten zowel personen als materialen het containment. En wordt een eindcontrole uitgevoerd door een onafhankelijke inspectieinstelling, gevolgd door de oplevering. Naast asbest saneren verzorgen we ook de chemische reiniging van objecten of gevaarlijke stoffen zoals chroom 6.